emptied out my soul. You've heard it all before, honest, but I know. Left these years ago, I was young and I'm old. Still can't fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night for us all. Hoi, en super leuk dat jullie kijken naar de tweede bucketlist video op mijn kanaal. Eindelijk! Ik ga vandaag iets van mijn bucketlist doen. Het is vandaag vrijdag 10 september en Rowan en ik zijn op het punt om in de auto te gaan. Wij gaan namelijk met z'n tweeën naar Amsterdam toe. Er stond namelijk op mijn bucketlist een nachtje in Amsterdam en daar gewoon lekker zijn. En nu gaan we van vrijdag tot op zondag, dus twee nachten. We hebben er super veel zin in. En ik ga jullie dus het hele weekend lekker meenemen, ja. Ja. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden en laten we starten met de video. Waar gaan we vandaag heen? Naar Amsterdam! I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and sell the deal. Hier kun je de lift pakken. Oh, top. Ik denk verdieping 3, denk ik. Ik denk verdieping 3. We zijn er! Oh, 9 verdiepingen. Oh, kijk. Oké, jongens, Roland vertelt mij dat ik een film was voor de kamer open doen. Moet ik omdraaien? Ja, dat ga ik weer zeggen. Moet ik nu lopen? Ja, ga wel lopen. Oh. Huh? Ah. Oh mijn god. Jongens, ik ga een toertje doen. Kijk dit. Hier kom je binnen. Met een douche. En een bad. Oh, ik had ook wel niet een pot. Loop hier door. Je liggen badjassen. Koffie. Een minibar. En dit. Dit heeft gewoon geregeld. Dus echt super lief. Met een bos bloemen. En een super leuk lief kaartje van het hotel. Hier een bankje. En een spiegel. Dan heb je hier heel mooi uitzicht. Moet je kijken. Let op. 3, 2, 1. Dit is echt heel erg mooi. En nu hebben we ondertussen ook wel een beetje honger. Dus we gaan even iets fixen om te eten. Maar... I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that? Oké, wij zijn net lekker aan het eten geweest en daar hebben we drankjes gedaan. Echt op een super mooie plek, helemaal bovenop. Een skybar. Dat was lekker en mooi en leuk. En nu is het geen idee. 11 uur of zo gaan we even douchen en dan gaan we lekker slapen. Nou, goedemorgen mensen. Ik lig hier in mijn eentje, want mijn vrouw is een TikTok aan het opnemen. En het is nu 9 uur en zo zijn we al vanaf 7 uur bezig. Dat is helemaal niet waar. Ik ben net een kwartiertje bezig. En over een kwartier moeten we allemaal buiten. En ja. Vooral loopt er in een jacht van. Het regent fucking hard. Nou, het is dan bijna 9:30 en we hadden 9:15 bijna buiten te zijn. Het en mevrouw is bijna klaar eindelijk. Nee, nee, je ziet niet, het overlicht. Het is 9 uur. Het is 9:05. 9:05? Ja. En dan nog 10 minuten. En hoe lang heb je nodig? Nul. Kom zo gaan dan. Ik heb geen tijd meer nodig. Ja. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Wij zijn net heel rustig opgestaan. Ik heb een grappige TikTok opgenomen en het is nu
10 over 9 en we gaan nu lekker ontbijten. En daarna hebben we een taxi gefixt en die brengt ons om hoe laat naar de stad? Om half elf naar de stad. Alleen het gaat vandaag heel de dag regenen. Dat is wel minder, maar ik hoop gewoon een paraplu. We gaan er een leuke dag van maken en ik neem jullie lekker mee. Outfit, Bershka, Chicel. My jewelry. Dat was het. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Het is inmiddels 10:30, het regent, maar wij lopen midden in Amsterdam. We zijn bijna op de Dam, we zijn net met de taxi heen gegaan. En nu gaan we lekker, ik weet het niet, shoppen denk of zo. Ja. Kijken, helemaal leuk. Schat, is alles Gucci? Ja. Ja. Ik heb het nog nooit op, dus het is mijn eerste keer dat ik ga proeven. Ik heb Hawaii. Dat is heel raar. Ik denk van die ballen in mijn mond. Van die ballen klappen altijd heel veel gelijk. Juist niet. Dat wij wel. Ik vind nog veel te komen. Wij hebben net geluncht en nu gaan we naar de Urban Outfitters. En het koeken gehaald bij het koekenmannetje, wat dat is mij heel bekend, dat zag ik. En nu gaan wij dus naar de Urban Outfitters toe, dan gaan we een taxi pakken naar de PC Hoofdstraat. En misschien even naar het Vondelpark en het zou vandaag heel de dag regenen, maar dat is niet zo. Gelukkig maar. Dus dat is heel fijn. Inmiddels is het 6 uur en wij zijn net naar het hotel gegaan om even de spullen te droppen. En een stukje van de oudere video op te nemen. Nu hebben we net weer een taxi gebeld en gaan we weer naar Amsterdam toe. En gaan we even lekker ergens eten. En misschien ook foto's maken. Ik ben me ook even aan het omkleden. En that's the thing. Where are you? Wat een teringbende. Zal ik even mijn ogen te die laten zien? Dit is wat ik aan heb. Dit ding is van de Zara. Deze van de H&M. Outfitje, dit is van de Stone Island. Dit is van de Diesel. Dit is van de Louis Vuitton. Dit is van Puma. Dit is ook van Stone Island. Broek, H&M. En ik heb net een hele leuke. Oh. Ik heb net een hele leuke nieuwe ring gekocht. Hallo. Deze ring heb ik net gekocht. Er staat Love op. Maar hij stelt niet scherp. Dat is het. Dit is ook gewoon mijn jewelry. Kijk, zal ik jullie even laten zien? Ik heb die troep al laten zien. Maar heb je gezegd dat het allemaal bij jou is? Dit is inderdaad allemaal voor mij. Maar ik zei ook, wat een tyfusbende hier. Ja, hé. Hier bij mij alles op de, rand gegooid. Kijk, ik heb al mijn spullen hier netjes neergelegd. Ja. Ja, ik heb hier alles opgeruimd. En ik ben een vrouw. Ja. Ik mag dat. Oh, oké. Okay. Jongens, ik heb me omgekleed. Nou, een leuke broek. En nu gaan we. Voilà. En nu gaan we naar een restaurant. Woe. Dat weten we nog niet. Doei schat. Doei. Het is inmiddels 9:30. Kiekeboe. 9:30 en wij wilden net naar de bar waar we gisteren ook zaten. Maar die was helemaal voor een uur wachtrij. Dus hebben we een lekker wijntje en een colletje voor Rowan besteld. Op de hotelkamer. En dan gaan we lekker slapen. We hebben nou een hele fijne dag en even heel snel voorbij voor ons gevoel. Het is koud hier. Ik heb een lekker truitje. Kijk, deze trui hebben Rowan en ik met z'n tweeën gekocht vandaag. Allebei. Kijk even naar deze view, jongens. Hier word je toch gelukkig van. Kijk op je eruit. Wat?
Maar jij... Jawel. Sloop je beneden. Ik zat zo te kloppen. Kut. Doe normaal. Nee. Stop, mijn trui. Allemaal zeeën. Oh. Ik adem het in. Oh. Oh, jongen, dat is karma. Oh, in de drankjes. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hetzelfde. Anders uit. Half, kijk. Ja, maar echt. Lekker. Ron is zijn tanden aan het poetsen, want hij moest zojuist overgeven door de zeep. Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag zondag 12 september, het is nu 8:30. Wij hebben net lekker ontbeten en heel eventjes gesport. Alleen armen dragen en dingen voor benen. En nu zijn wij op de hotelkamer. En is Roan bezig om een scooter te kunnen huren. Deze scooter is 45. Wat gaan we daarna doen? Naar het zonnepark. En voor de rest zien wij het nog wel vandaag. Roan heeft de scooter gehuurd en daarna gaan we zo naar Amsterdam Centrum. Dit is wat ik aan heb. Deze van de H&M. Ook van de H&M. En deze van de Zara. Mijn Jordy. En mijn Fila schoenen. Ik loop met de camera uit al bijna. Ik stank. Ik vergeet iets. Loop ik weer terug. Staat mijn volledige koffer nog in mijn kamer? Wat ben ik toch weer lekker handig vandaag. Let's go. Nou. Oké, jongens, inmiddels hebben wij het mooie Amsterdam weer moeten verlaten en het hotel. Echt een heel erg fijn weekend gehad. We zijn nadat we uitgegaan in het hotel nog even de stad ingegaan, zoals jullie hebben gezien. En toen les hebben we naar huis gegaan. 3:30 zijn wij op de scooter terug naar het hotel gegaan. Het is echt grappig, we hebben een scooter gereden, dingen gaan hartstikke hard. Dat is echt leuk, want dan zie je Amsterdam toch wat anders of zo. We zijn op de laatste dag achtergekomen dat we niet heel erg een taxi hoeven te pakken, maar ook gewoon scooters hadden die veel goedkoper waren, maar maakt niet uit. En ja, we gaan nu nog even lekker wat eten hier vlakbij ons huis. Maar dat weekend echt super mega leuk was en dat we het zeker vaker gaan doen en dat mijn bucketlisting volledig meer dan 100%, 200%, 300%, 500%, 800% geslaagd is. Jongens, weet je wat Roan trouwens gedaan heeft? Oh ja. Hij heeft zo'n camera van mij gekocht, die wilde ik echt heel graag al heel lang. En we waren bij de Urban Outfitters en ik had hem aangewezen van oh mijn god, die is leuk, maar ik had hem niet meegenomen, want ik vond hem een beetje, weet ik, twijfel en ik vond hem een beetje prijzig. Staat die vent opeens bij de kassa, ik zeg wat ga jij kopen, want hij had niks gehaald. Ja, ik moet dat fiets afrekenen, dus ik dacht what the fuck, dus ik dacht, dus ik ging in de winkel een beetje rondkijken wat hij af zou kunnen gerekend hebben, wat ik niet kon zien. Maar ik had werkelijk geen idee. En toen kwam hij zo buiten met dit ding, en dat is echt heel lief, ik ben er echt heel blij mee. Dus hier kan ik van die mooie disposable vintage foto's mee maken. Dat is leuk. We zijn nog in de fotoboot geweest. Ook leuk. Het is inmiddels 11 uur. Wij hebben het heel lekker gegeten bij Humphreys in Breda. En dat was heel leuk, want iemand in de bediening daar herkende mij van mijn YouTube video's. Als je dit kijkt, tegen wat naar me toe loopt, vond ik echt heel leuk. Maar bij deze is het hele video bucketlisting weekend al voorbij. Weekend al voorbij en vinden we echt niet leuk. Maar ik hoop dat jullie deze video net zo leuk vonden als dat wij het naar ons zin hebben gehad daar. Wij gaan morgen weer naar school en werken. En jullie misschien ook.
Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat was, even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden hebben we nog een leuke video. Laat het me even weten. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.